De overheid heeft 37 gestrande Surinaamse burgers een financiële rescue package aangeboden. Dit zei Luciano Treudeman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid. Surinamers in het buitenland die niet meer in hun eigen behoeften kunnen voorzien vanwege de lockdown van ons land, komen in aanmerking voor een rescue package. Treudeman gaf verder aan dat niet alle gestrande burgers behoeftig zijn, dus niet allemaal de hulp zullen krijgen. Hij zegt dat er ook enkele Surinamers in Belem zijn geholpen. De criteria om in aanmerking te kunnen komen voor de Financial Rescue Package zijn: 1. Je moet Surinamer zijn, Surinaamse staatsburger dus. 2. Niet over een reisverzekering beschikken. 3. Niet bij familievrienden hebben gelogeerd of vrienden hebben gelogeerd in de periode van verblijf in het buitenland. En dit kan je aantonen door het overleggen van een hotelverblijf. Over een ticket beschikken met terugreisdatum die vanaf de lockdown 14 maart dus al verstreken is in 2020. De registratie van de behoeftige gestrande Surinamers vindt plaats via de diplomatieke en consulaire missies van de Republiek Suriname. Voornoemde missies zullen uiterlijk woensdag 18 maart dus 2020 het overzicht van de behoeftigen, inclusief de begroting voor verblijfsplaats, voeding en transport, indienen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is echter nog niet bekend wanneer de Surinaamse burgers zullen repatriëren. De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim, zegt dat er tot nog toe geen reden is om de verkiezing van 25 mei te verschuiven. De bewindsman gaf aan dat de trainingen van stembureaupersoneel wel voor 2 weken zijn opgeschort. Daarnaast is het aantal mensen dat zal deelnemen aan deze trainingen ook naar beneden bijgesteld. De registratie van politieke organisaties is nu gaande bij het Centraal Hoofdstembureau. De voorzorgsmaatregelen zijn in acht genomen door het CAS, waarbij ook hier kleine groepen mensen worden toegelaten. Sollicitatie ten behoeve van werving voor colportagewerkzaamheden is nu gaande. Geselecteerden zullen ook in kleine groepen worden getraind. En de training van het hoofdstembureau personeel zal normaal geschieden op 23 maart 2020. Let wel, ook in kleine groepen van minder dan 100 man. De dag der kandidaatstelling zal normaal plaatsvinden op 9 april 2020 bij de hoofdstembureaus. En vanuit de afdeling religieuze zaken hebben wij speciaal een oproep naar de religieuze groepen die de instructie meekrijgen om het aantal bezoekers te beperken, ook onder de 100, met voldoende afstand van minimaal 1,5 meter van elkaar. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken. Hij sprak gisteren bij de persconferentie van de regering. Het COVID-19-virus is tot nog toe geen reden om de verkiezingen van 25 mei te verschuiven.